Wat je ziet op dit moment is dat 25% van de bestuurders dagelijks bezig zijn met waardevolle mensen in huishouden. En dat doen ze omdat je enerzijds ziet dat de beroepsbevolking aan het afnemen is. Je ziet nieuwe generaties de markt opkomen. En dat betekent dat je gewoon de mensen die je binnen hebt bij je moet houden. Je moet ze binden en boeien. Raad is natuurlijk bekend van de personeels- en salarisadministratie. Maar wij doen veel meer. Wij zijn eigenlijk gewoon marktleider op het gebied van Human Capital Management. En met Human Capital Management manage je eigenlijk de belangrijkste assets van je bedrijf. Het personeel. Want uiteindelijk is het personeel bepalend voor het rendement van je organisatie. Gaan krijgen van waar kan dat heen? Ja. Als we dan naar het scherm kijken. Dan... Software in deze wereld is heel erg belangrijk. En niet alleen in deze wereld overigens. Dat zie je overal opduiken om zaken vast te leggen. Op een manier dat iedereen die informatie tot zich kan nemen. Daar zijn voordeel mee kan doen. En daar dus ook bedrijfsvoordeel uit kan halen. Wat je veel in de praktijk ziet is dat dat nog niet gebeurt. In de praktijk zien we bedrijven die met onze oplossingen werken hele leuke resultaten behalen. En niet alleen leuk in de zin van het raakt mensen. Maar ook in de zin van bedrijfsresultaten die daarmee vergroot worden. Mogelijkheden die ontstaan die er eerst niet waren. Wat we ook kunnen doen is helemaal aan de voorkant van het proces. Als je kijkt, ja, waar, hoe ga ik mensen binnenhalen? Hoe recruteer ik mensen? Nou, dan kunnen wij versnellingen halen van wel zo'n 20%. Sneller mensen aan boord. Ja. De belangrijkste resultaten die we eigenlijk hebben bij onze klanten is dat wij zien dat we op traditionele processen als de personeel- en salarisadministratie door digitalisering gewoon 50% minder tijd eraan hoeven te besteden. En niet alleen wij, maar juist onze klanten besteden 50% minder tijd eraan. Dat is gewoon pure efficiëntie. Maar ook als je weet welke mensen je in huis wil hebben, nu voor in de toekomst, betekent dat je eerder vacatures kan invullen. Dat betekent dat je 19% sneller gewoon de juiste mensen aan boord hebt. En dat betekent dus minder verlies van productiviteit. En als je dan moet recruiten, hebben wij daar een prima oplossing voor. En dat betekent dat je direct access hebt tot de arbeidsmarkt. Waardoor je gewoon sneller de juiste mensen uit de markt haalt. We zullen zien dat de komende tijd in de boardroom het onderwerp HR steeds meer en meer op de agenda komt te staan. Want als we kijken naar het vasthouden van talent, het ontwikkelen van talent, dan is dat cruciaal voor het uitvoeren van een succesvolle bedrijfsstrategie. Als het steeds moeilijker wordt om je resources binnenboord te krijgen, is het steeds belangrijker om ze ook binnen te houden. En daarmee je productiviteit voor je onderneming te houden. Dus talent management is here to stay.